Ik ben Monique, coördinator van Dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer met Dier van de Week. En vandaag ga ik het niet doen. We hebben een stagiaire. Dit is Tess. En die gaat onze Holly May aan jullie voorstellen. Veel plezier. Dit is Holly May Brood. Ze is een vermoedelijke King Corso Rottweiler kruising. Dit is wat de oude eigenaren tegen ons hebben gezegd. Ze is 12 maanden oud en het is echt een super lieve meid. Ze houdt ervan om met een balletje te spelen. En ze is gewoon super lief, netjes aan de lijn. Holly wordt niet met kinderen geplaatst, omdat ze daar gewoon net nog iets te lomp voor is. Voor de rest wordt zij ook niet met andere huisdieren geplaatst. Dit vindt zij niet leuk. En Holly kan een beetje raar lopen. Dit komt omdat ze lichte HD heeft. En hiervoor gaat ze 1 keer per week naar de fysio. En daar doet ze hydrotherapie. Holly is een heel lief meisje. Ze is heel speels. Houdt ervan om met een balletje te spelen. En voor de rest heel lief. Dankjewel Tess. Wil je het avontuur aangaan met deze jonge meid? Net een jaar. En heb je er geen problemen mee dat het plaatje misschien niet aan alles voldoet? Klim in die mail. Kom op eerste date met deze ongelooflijk lieve meid. Speed up.